Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, ik heb me lekker weer gewassen. Ik ben boven aan het werk geweest. Want ik was nog op de tijdje eruit. En ik zit nu aan mijn lunch. Ik heb een broodje en koffie. Ewen die eet heel slecht weer. Ze wouden niet haar eigen vlees. Ik dacht, nou ja, terug jij. Nee, ik ruim hem het zo op. Ik had er wat vleeswaren gegeven. Ze had er wel wat van zitten te eten, maar het is niet op. Dus ik haal het zo van de grond. En ik leg het op een schoteltje neer met een bakje eroverheen in de koelkast. Klaar. Eet het straks wel weer. Maar oké, voor de rest gaat het allemaal goed. Tenminste, met mijzelf niet. En dat zal wel voorlopig zo blijven, op en neer. Want ik ben dus overspannen. Dat heeft de huisarts gisteren dus wel beaamd. Maar in ieder geval, nee Frodo, we gaan niet stelen van een ander. En vooral niet van Eowyn. Nee. Maar oké, straks komt mijn huishoudelijke zorg weer. Enkel niet Rebecca, maar nog steeds Karma. Ja, je hoort zoveel namen de laatste tijd. En ik ben boven ook al bezig geweest met de logeerkamer. Ja, ik moet Frodo in de gaten houden, want die jat het zo van de grond af. Wegwezen. Klaar nu. Luisteren. Goed zo. Ja. Dan het zo op. Punt. Maar ja, oké. Er viel er net weer van dat hele fijne sneeuw. Nog. Ja, heel fijne sneeuw valt er. Het heeft even een paar grote vlokjes tussendoor geweest. Maar ja, wat hier is al in het verdere Nederland ook wel wezen. En ja, iedereen loopt voorzichtig, iedereen rijdt hier voorzichtig. Nou ja, het werd eens een keer tijd. Normaal vliegen ze hier zo met 80 door de bocht heen. Dan ben je bang dat ze in je keuken belanden. Want ik zit precies ja, in die bocht. Ze kunnen zo aankomen scheuren. Nou, ze kunnen zo hard glijden. Oeps. Lekker, hoef ik niet mee te maken, nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is trouwens vandaag donderdag. Het is de 24ste januari. En het is 11:39. En ja, welkom hè, bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En als mijn haar droog is, dan doe ik er weer wax in. Dus dan wordt het weer paars, een gedeelte. Het is nog nat allemaal. Het is bij mij altijd lang nat, want ik heb dik haar. Heeft de kapper ook medegedeeld. Dus ja, dan duurt het ook veel langer voordat het allemaal droog is. Hè. Maar ja, komt wel goed. Ja hoor. Ik zal dat van Eowyn opruimen. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Doei doei. Ja, mijn prinsesje, je moet eten. Je bent helemaal ingevallen, ja. Maar oké, lieve vrienden, Carmen die is weer weg. Maar ik heb Carmen ook even een appje gestuurd, want ik was het ergens niet mee eens. Want ze had mijn bed verschoond en ik kom boven. Ik denk, wat legt mijn sprei daar? Dus ik haal mijn sprei aan de kant. Ik denk, oh, er lag nog een sprei overdwars. De telefoon gaat. Sorry, ik breek even af. Nou, dat was Carmen dus al. Ja, die had het appje al gelezen, maar ze had zelf ook nog iets te melden. Dat ze dinsdag later komt, want ze moest naar het ziekenhuis voor de ogen. En duizendmaal sorry vanwege mijn bed en duizendmaal sorry vanwege dit en dat. Want ja, er waren nog een paar dingetjes waar ik over struikelde. Dat moet ze wel even goed doen. Maar oké, dat is allemaal weer geregeld. Daar ben ik ook weer blij om. Ik ga nou even boodschapjes doen. Frodo de kap om en de melkkorf om. Ik laat de kamer er open, want dat meisje daar ga ik niet wegsturen naar boven toe. Laat ik mooi leggen. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie namiddag. Het is donker, het is grijs. In Den Haag ijzelde het. En later, op een gegeven moment, was het sneeuw. Dus ja. Ik weet niet wat we hier gaan krijgen. Het ziet er wel naar uit dat hier ook het een en het ander zal gaan vallen. Dus ik zou zeggen, ik ga er gauw vandoor.
voordat het straks al gaat vallen, dan ben ik het in ieder geval voor. Ja, leuk hè? Paars plukkie in mijn pony. En ja. Ja, daarvoor ging ik naar boven en toen zag ik dat die sprein niet goed lag. Ja, hallo. Gelukkig maar. Want stel je voor dat ik het niet hoefde te doen en dat ik vannacht pas boven kwam en het zag. Had ik het dan nog kunnen doen? Nou, ik ben nou kapot hoor. Twee bedden even opmaken. Cool. Kan niet meer. Pijn in mijn rug. Maar ja, oké. We gaan er doorheen en ze zeggen tot straks. Nou, onze prinsesje zit eindelijk te eten. Maar wat heb ik erbij gedaan? Ik heb een blikje sardientjes gekocht. En dat heeft ze er wat van bij. Dus ja, eindelijk eet ze lekker. Mooi. Nou, en ik hoop dat ze hier nou eens een keertje aankomt weer. Waarmee je dat zien hoe mager ze is. Is toch abnormaal? Maar oké, ik hoop dat het nou goed gaat. Dus. En nou, ja, en ik ben dus thuis, hè, zoals jullie dan wel weten. Ja, anders had ik dat niet kunnen laten zien. Ik ben met koffie bezig, ik heb de boodschapjes al opgeruimd. Morgen eten we andijvie met spekkies en een speklappie. En ga jij even terug te bedelen. Met, ja, hij wil natuurlijk ook Frodo, maar dat gebeurt niet. Nee, dat gaat er niet worden. Vanavond pas jij. Zek. Daar ging je bal. Was je het ballen? Nou, dan houdt ze op. Uit er zelf. Laat ze dat weer staan. Ja, en ik vind dat te weinig. Normaal had ze een heel schoteltje prop vol op, hè. Nu? Niet tellen. Nee. Kwam meneer alweer aangevlogen. Echt niet? En dus, Ewin, kom in dan, meisje. Kom in dan. Kom dan. Is het voor jou? Kom dan, meisje. Wat doe maar. Ben je happy doen? Nee? Nou, dan zet ik het weer weg. En ja, dan schrappen we het weer bij elkaar. Even met een vork. Even bij elkaar schrapen. En dan heb ik een leuk schaaltje nog. Ja. En jullie denken wel, hè? Maak geen reclame hoor, te bewaren. Ja, daar heb ik vroeger bij gewerkt. Maar het gaat niet de koelkast in, want dan wordt het voor haar te koud. Dus ik zet het gewoon even aan de kant en dan krijg ik het over een half uur. Dat probeer ik weer. Ja. Nou, het enige wat ik nog moet doen, dat is de vaatwasser uitruimen en weer inruimen. En deze schotels moet ik met de hand wassen, afwassen, want die mogen niet in de vaatwasser. Waarom niet? Nou, dan gaat het mooie eraf. Ja, en dat vind ik een beetje zonde. Want zoals dit zo vies, nou, wat denk je? Je bent laat. Daar zat dit op. Nou, waar is het? Verdwenen. Op de borden net zo. Dus ja, dat komt dus door de vaatwasser. En nou kwam die ook, maar die krijgt lekker niet. Die krijgt pas vanavond samen met Frodo. En Frodo die kan eten, die heeft brokken staan. Hij kan eten, want boven staat er 3 bakjes gevuld met kattenbrokjes. Ja, potverdikke. Dus eten kunnen ze, simpel zat. Dat, maar oké, lieve vrienden, ik ga lekker aan een bakje koffie. En aan een bounty. En proberen Karin te bereiken, want het is hier nog steeds droog. Geen ijzel, geen sneeuw. Dus ik was zo weer thuis. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag. En misschien tot vanavond, of niet, ik weet het niet. Nee. Het is maar net hoe ik me vanavond voel, want ik ben back af. Ik heb een hoop gedaan voor vandaag. Dus ja, ik verga van de pijn, al is het misschien niet aan mij te zien, maar ik voel het. Dus ik zeg doei.
Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is vandaag vrijdag. Het is vandaag de 25e. Het is vandaag een jaar en 11 maanden geleden dat mijn mannetje is overleden. Dus nog een maand te gaan. Ja, en ik ga de diertjes even eten geven. Ik ga mezelf even eten geven. Ik ga de vaatwas uitruimen en inruimen. Ik heb boven de wasmachine al draaien en de wasdroger al draaien. Dus het komt allemaal goed. Vanmiddag moet ik om 12 uur bij de fysiotherapie wezen. En Astra die komt vanmiddag. Dus ja, nog een hoop te doen voor die tijd. Want ik moet ook even voorbereidingen aan het eten zien te treffen. Maar dat komt allemaal goed, dat hoe laat leven. 9 uur 57, dus bijna 10 uur. Maar ik wens jullie als eerste ook nog een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Ja, dat, we proberen het weer vrolijk verder te gaan vloggen. Of ik, als ik geen zin heb, dan doe ik het niet. Heb ik wel zin, dan doe ik het wel. En dan probeer ik het allemaal een beetje vrolijk te houden en te doen. En we zien wel waar het schip strandt. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag, ondanks dat het grijs en triest en grauw is. En koud, ook dat nog. Ik heb mijn thermolegging aan. Ik heb wel een rok eroverheen, dat is gewoon een dunne rok. Kan je ook in de zomer aan, het is een zwarte. Oh jee, hij is nou wel stuk. Oh god, nou dat ging ik wel weer uitdoen ook. Ja, dat, oh jee. Ik zie het al waar het door komt. Ja, dat, oh, dat is, zet hem gestreken wat niet moet. Dit is een kreukelrok. En het is een nieuwe rok. En er zitten er om de zoveel centimeter zitten er ook even een klein plootje bij elkaar gerimpeld. Dus dat moet ik weer zien te maken en bij elkaar zien te halen. Nou, dan moet ik zo weer eerst naar boven om een andere rok aan te doen. Wat deze nou? Want dat is een nieuwe. Oh, nou ja, laat maar. Ik maak hem wel op de hand. Dat kan met gemak. Dan haal ik het eerst bij elkaar zo. En dan zo. Ja, want dat moet. Want hij is... Ja, mijn hele duim die kennen doorheen. Dat is niet leuk. Nou, zo gemaakt met zwart garen. Ik zie er niks meer van. Toch? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Wat jullie ook doen gaan, of je naar werken moet, of vrij bent, of naar school moet, of op visite gaat, of een verjaardag, of een trouwerij, ja, nog erger, een crematie of een begrafenis. Daar kan je niet van genieten, maar het is wat degene heeft gewenst om te doen. Ja, ik zeg altijd, voor mij hoeven ze niet te huilen, nee. Ga maar een feestje vieren. Ik wil ook niet dat ze in het zwart komen. Nee, in het wit. Allemaal wit. Nou, iedereen heeft wel denk ik witte kleding. Ik wil zelf ook in het wit gekleed zijn in mijn kist. Ja, ik ga dan naar onze lieve Heer toe. En dan wil ik mooi wit daarbij me komen. Ik heb ook al eigen kleur. Haar is ook wit, dus prima in orde. Dus wel ook, ze maken me ook maar op zoals ik altijd ben. Ja. Dat behoort ook zo. Je behoort te gaan zoals je bent gewend om te wezen. En dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, nogmaals, toedelidokies, geniet ze. Ja, lieve vrienden, de boel is weer netjes. Ik ga zo meteen proberen nog vlees te bakken voordat ik weg moet. Ik ben niet meer, nee, ik wil nog even pauze houden. Nou, dan ga ik vanmiddag maar aan de kokerel als het er is. Ja, ik kan er ook niks aan doen hoor. Normaal maak ik eten van tevoren klaar. Maar dat gaat het me nou niet worden. Speklappies moet ik bakken. En ik maak gesmoord een dijvie. Ja, maar ja. Dan mag ik wel om 8 uur al op gaan staan. Of ik moet die afwas niet hebben, dat kan ook nog. Maar ik had gisteren gewoon het fut niet meer. Ja, jullie weten, ik ben overspannen, dus ja, het moet allemaal rustig aan en op mijn manier en niet dwang erachter. En niemand hoeft mij ook te dwingen, want ik ben toch maar al. Dus ja, we zien het wel waar het schip strandt, ja toch. Oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is hier niet al te best, het is, ja,
hoe moet ik het zeggen? Dat je er zo vermeest op komt. En dat is voor mij ook niet gezond. Nee, het is een beetje nevelig. Ja, en om 12 uur wordt er beweerd via buienalarm modderregen. En dus, nou ja, ik weet het allemaal niet. En daar ligt onze Frodootje. En Ewen die ligt boven op mijn bed. Maar het gaat niet goed hoor. Nee, ik snap het niet. Ze heeft een beetje vis gezitten te eten. Sardientjes had ik. En er is wel weer wat uitgekomen. Ik denk dat ik op waterbasis moet nemen. Dat ga ik proberen. Want ik had nou op oliebasis. Daar kwam ik pas thuis achter. En dan ga ik proberen of we ze op waterbasis hebben in de winkel. Ik hoop van wel. Want ja, ze moet toch aansterken. Ze ziet er niet ziek uit. Ik denk dat ze mager. En ze geeft maar over. Dus ja, wat het is, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Straks moet ik haar ook nog verliezen. En dat vind ik erg. Ja. Verdorie. En ik heb momenteel niet zoveel geld om weer naar die arts toe te moeten. Ik heb ook al vorige maand, was het al een dure maand, en dan hem er nog bij. Over de 100 ballen. Nou, als je een uitkering hebt, ga ernaar staan. Ik bedoel, ja. Ik heb wel gezegd, moet je geen dieren nemen? Ja, nou, dieren zijn maar alles. Maar waarom moet een dierenarts zo duur zijn? Weet je wat ik ga doen? Kijk of ik de dieren ook verzekeren kan. Dan hoef ik één keer in de maand zoveel te betalen. Maar bij een dierenarts geloof ik niet. Ik weet niet hoe dat zit. Maar dan ga ik eens achteraan. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Wat jullie ook doen gaan. En tot later. Doei, doei. Goedenavond, lieve vrienden. Althans, bijna. Het is 17:45. Ja, we hebben al gegeten en Astrid is zelfs al naar huis. Ze zegt, dan ben ik even ook wat eerder thuis. Is helemaal niet erg. En ja, ik zit lekker weer even alleen. Even een spelletje te doen op mijn telefoon. Eventjes mijn hoofd weer proberen leeg te maken. Ik heb vanmiddag fysiotherapie gehad, mijn eerste. En ik moest op de, hoe heet dat ding? Waar je op lopen moet. Loopband. En ik moest fietsen. Maar met het fietsen, dat viel me nogal zwaar hoor, ja. Ik heb in dat eventjes heb ik 4 keer even stil moeten zitten, omdat mijn rechterbovenbeen best begon pijn te doen. Dus ja, eventjes tot rust en dan weer verder. Maar ja, het is opbouwen, hè. Ja, anders lukt het niet. Maar ja, dat komt goed. En ik wens jullie allen een hele fijne avond. Even later welterusten en lekker slapen. Morgen gezond op en wie weet tot aan de andere kant van de nacht. Ik weet het niet zeker, het ligt eraan hoe ik ben. Ik zou zeggen doei doei.